Hallo allemaal, welkom bij Diva's Vlogmus nummer 23. Mijn naam is Agnes en Vlogmus, dat zijn korte vlogjes in de maand december, waarin ik je meeneem in wat ik zoal doe gedurende die dagen. Het is vandaag zaterdag en vandaag heb ik de Beef Wellington gemaakt. Ik probeerde een kleine portie te maken. Uiteindelijk bleek ik nog heel veel vulling over te hebben. Dus ik kan er zeker nog twee maken. Maar dat is geen probleem. Die vries ik dan gewoon in. Ik heb daar natuurlijk een filmpje van gemaakt. En dat zal ik er nu even in plakken. Vandaag gaan we de vegan beef wellington maken. Daarvoor heb je nodig een shallotje, een knoflookteentje, wat champignons en een half bouillonblokje en kant-en-klaar gehakt stukjes. Die gehakt stukjes die koop ik altijd bij de Aldi, want ze hebben daar een aantal vegan opties. We beginnen met de knoflook fijn snijden en het shallotje. En daarna malen we de champignons fijn met de keukenmachine. Natuurlijk hebben we daarnaast ook nog wat kruiden nodig. Peper. Thyme. Zout. Ik heb wat havervlokken nodig voor de binding en wat uienpoeder en natuurlijk het bouillonblokje. We beginnen met een beetje water in een pan te doen waar we het bouillonblokje in oplossen. En daar gaan de knoflook en de ui bij om het zacht te maken. En als de uien en knoflook zacht zijn, gaat daar een beetje uienpoeder bij. Ongeveer 2 theelepels. En er gaat wat tijm bij. In het recept stond ook een theelepel mosterd. En die was ik vergeten, dus die doe ik er nu bij. Dan maak ik er een soort sausje van en daar gaat dan de champignons, fijn gehakte champignons bij. En dat bak ik even mee. Dan als laatste gaan de gehaktstukjes erbij. En dan warm ik alles goed door. En af en toe gooi ik er een klein scheutje water bij om te zorgen dat het niet aanbakt. Dan is het tijd om even te proeven of het goed op smaak is. En eventueel voeg je dan nog peper en zout toe. En in dit geval deed ik er ook wat balsamico azijn bij, omdat ik een beetje een zuurtje miste. En het kon nog een klein beetje zout gebruiken. Het laatste ingrediënt wat erbij gaat is 3 eetlepels met havermoutvlokken. En dat is voor de binding, zodat het gehakt mengsel niet uit elkaar valt straks. Het mengsel moet je laten afkoelen en dan neem ik de helft van het mengsel en maal dat met de keukenmachine nog fijner. Zodat het een plakkerige substantie wordt, want het moet echt een beetje aan elkaar blijven hangen. Maar ik doe niet alles om nog een beetje structuur in het, de gehaktvulling te houden. Nadat je het mengsel goed door elkaar geroerd hebt, laat je het volledig afkoelen.
En we checken meteen even of je er een beetje een balletje van kunt vormen, zodat het bij elkaar blijft. In de tussentijd heb ik het bladerdeeg laten ontdooien. En we scheppen nu wat lepels van de vulling in het midden van het bladerdeeg. En dan snijden we met een mesje strepen aan de zijkant, zodat we de stroken over de vulling heen kunnen vouwen. En met een beetje melk of sojamelk plakken we het deeg dan vast op de puntjes. Dit is de officiële manier om een beef wellington klaar te maken, maar de tweede die ik maak, die doe ik anders. En de student en ik hebben besloten dat we die leuker vinden. Dus we doen weer de vulling erin. Deze is trouwens iets simpeler ook. En we vouwen het bladerdeeg er omheen. Even vastplakken. De punten goed dichtvouwen. En naar beneden. En dan maken we er overdwars wat streepjes in. En dan kan het zo in de oven. Op 200 graden ongeveer 25 tot 30 minuten. En ik doe er wat plantenmelk overheen voor een lekker bruin korstje. En dit is dan uiteindelijk het eindresultaat. Twee vegan mini beef wellingtons voor de kerst. Hij was erg lekker. Zelfs de student vond het lekker. Dus wat dat betreft is het helemaal goedgekeurd. Of ik morgen nog een vlog opneem, weet ik niet. Ik vertelde gisteren al dat ik me niet zo heel erg lekker voelde. Nou, dat is wel gebleken, want vandaag ben ik hartstikke verkouden en een beetje grieperig. Ik was er al bang voor, maar ja, in dit soort tijden gebeurt het altijd. Als ik het heel erg druk heb en mijn weerstand gaat naar beneden, dan word ik ziek. En ja, nou, dat is dus ook gebeurd. Dus ik denk dat ik morgen gewoon maar probeer zoveel mogelijk uit te zieken en tussendoor het kerstdiner vast voor te bereiden. Zodat ik in ieder geval eerste kerstdag met mijn familie kan vieren. Ja, dat zul je altijd zien. Altijd als je het niet kunt gebruiken, dan word je ziek. En ja, goed, dat is dus bij mij gebeurd. Dus dat betekent ook dat ik morgen de laatste vlog niet meer op ga nemen. Gewoon omdat ik bang ben dat ik anders in tijdnood kom. Zeker omdat ik me niet 100% voel natuurlijk. En er gaat toch heel veel tijd in zitten in zo'n vlogje. Ook al is het voor jullie misschien maar 5 tot 10 minuten. Voor mij zit er veel meer tijd achter. Dus ik heb besloten om morgen geen vlogje op te nemen. Dat betekent dat dit dus al de laatste vlog is van dit jaar. Ja, en eigenlijk wil ik alleen nog maar zeggen, heel erg bedankt voor alle keren dat jullie mijn filmpjes bekeken en een berichtje achterlieten in de comments. Ja, en me toch wel een beetje door deze periode heen hebben gesleept met allemaal lieve woorden. Ja, en ik hoop natuurlijk dat jullie hele fijne feestdagen hebben met familie en vrienden. En dat jullie ervan genieten om samen te zijn. Ik vond het heel erg leuk om weer vlogmas op te nemen voor jullie. En ik vond het ook heel erg fijn dat jullie erbij waren. En de uitslag van de giveaway die komt natuurlijk na kerst nog even. Dus ik kom zeker nog terug. Maar voor nu, ja, geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond om te kijken. Heel erg dankjewel en tot na de kerstdagen, dan kom ik nog even bij jullie terug. En dan horen jullie ook hoe het kerstdiner is geweest en of ik me weer beter voel. Denk het wel hoor, vaak is het maar 1 of 2 dagen dat ik niet lekker ben. Dus nou, bij deze dankjewel allemaal en tot de volgende keer weer. Doei!